Een hele goede morgen. Darko, hey, jongen. Hey. Tijger. Hoe is het? Ja, lekker met u. Even ruiken. Je ruikt fris. Ja, je bent gedoucht. Geweldig. Hoe is het? Ja, fantastisch. We zijn allemaal gespannen bezig natuurlijk met de voorbereidingen op het weekend natuurlijk. Net als jij. Ja, volgens mij ben jij er al heel erg mee bezig. Ik ben er heel mee bezig. Ja. Dus even alleen, zullen we gaan zitten op het mooie bed natuurlijk. Ja, hey, een Ajax. Ja, mooi is die, hè? Alles zit bij Ajax. Het ziet heel mooi uitzicht. Ja, ik heb hier wel eens gestaan, maar ik heb hier nog nooit gezeten op een bedje, moet ik zeggen. En ik zou er eigenlijk heel graag nog een keer willen staan. Met zo'n schaal, weet je. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik heb toch meegemaakt dat het echt helemaal vol zit. Ja, echt duizenden mensen dan. Weet je, de kick die je dan krijgt als je hier beneden aankomt en je gaat die trap op. En je komt hier op dat bordes en je ziet al die mensen. Nou ja, weet je, dat is kippenvel. Ja, tuurlijk. Geweldig. Ja. Oh, helemaal mooi. Hoe leven de spelers er naartoe zondag? Ja, eigenlijk vrij normaal. We proberen zo kalm en rustig en normaal mogelijk te doen. Mm-hmm. Want weet je, de buitenwereld die zorgt altijd voor spanning. En die laat het op. Elke dag is er wel iets op televisie over Ajax en Twente. Twente en Ajax. En als je er te veel mee bezig gaat zijn, dan wordt het een negatieve spanning. Dus het is eigenlijk zaak om de spanning die natuurlijk bij de jongens aanwezig is, om die om te zetten in een soort ontspanning. Mm-hmm. En wat doe je nou zo'n hele dag? Nou, ik zit de hele dag twitteren, MSN, mailen. Nou, ik krijg heel veel mensen op bezoek, zoals u natuurlijk. Ja. En het gaat allemaal heel snel, ik verveel me niet. Nee. Gelukkig. Nou, gisteren nog toevallig een wedstrijd gekeken. Ja. En zo een beetje. Hey, wat vond je van die wedstrijd? Ik vond het heel jammer. Ik had natuurlijk Ajax Barcelona natuurlijk, die hebben wat met elkaar gemeen. En natuurlijk, Barcelona speelt dat heel mooi voetbal natuurlijk. Veel mooier dan naar Inter. Ja. Maar goed, dan hopen we het volgend jaar Ajax in. Wat denkt u? Nou ja, de finale lijkt ver weg. Maar weet je, als het eenmaal loopt, hè, als je het eenmaal een beetje mee zit, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ja. Dan is het verschil tussen net niet halen en ver komen, is maar heel klein. Ja, vaak hangt het om... Ja, hangt het aan hele kleine dingen. Ja, zoals Bayern München, want ze begonnen heel slecht en jij verwacht het nooit. Ja, niemand had verwacht Bayern München in de finale zou komen. Nee, maar als het eenmaal gaat lopen en dan komt er een geest over dat team, een soort onverzettelijkheid. Weet je, dat is ook zo mooi van jou, hè? Want jij hebt ook iets onverzettelijks. Jij doet dit, het is natuurlijk grappig om te doen, maar je doet dit eigenlijk omdat je iets wil afdwingen. Je wil iets bereiken voor je club. Klopt. Je wil dat ook jouw offer wat je brengt, dat uitmondt in een kampioenschap. En als het niet gebeurt, is het ook, weet je, voor jou niet zo erg, want je hebt alles aan gedaan. Je hebt alles voor gegeven. En ik zou zeggen, ik ben als teammanager sta ik vaak in de spelerstunnel, hè, in de gang, wanneer ze de kleedkamer uitgaan. Ja. En dan heb ik voor iedere speler even een kort woord. En een van de termen die ik gebruik is, je moet offeren om te winnen. En zo moet het elke wedstrijd zijn. Je moet elke wedstrijd bijna riskeren. En dat klinkt hard misschien, hè? Maar je moet ook je lijf en leden durven riskeren om te winnen. En dan bedoel ik niet dat je een tegenstander door midden moet hakken, want dat hoort ook niet bij Ajax. Maar wel dat je voor jezelf meer dan alles geeft om te winnen. En jij doet dat op jouw manier. En wij moeten dat zondag weer op onze manier doen. En dan komt het goed. En als het dit jaar onverhoopt tegen mag vallen, want een heleboel mensen rekenen op een titel, maar je bent toch afhankelijk? Ja, dan gebeurt het volgend jaar wel. Want die geest, die spirit, die is er. Die is gelukkig. Ja. Gelukkig. En daar geef jij een goed voorbeeld aan. Dat vind ik echt fantastisch. Nou, dank je en wel. Daar bedank ik je ook heel erg voor. Nou, hartelijk dank voor het langskomen. Ik hoop dat het een gelijk spel wordt. Ik denk het ook. En hoop ik dat we de titel kunnen vieren in de arena. Ik hoop het met je. En dan nodigen we je nog een keer uit in die arena om een keertje bij ons op bezoek te komen. He, dat je een keer bij ons langskomt en dat ook de jongens kunnen zien, kijk, Darko, dit is de man die ook geofferd heeft voor die winst. Ja? Vind ik heel eer. Ja? Vind ik heel eer. Gaan we doen. Hey, dankjewel. Oké, okay, man. Fijne dag verder, geniet van de zon. Ja, jij ook. Het is wel warm, hè. Het schijnt er goed op, dus af en toe een beetje de gordijntjes weer. Ja, dat moet. Ja. Fijne dag verder. Hey, weet je wat we ook doen? Zo dit. Hey. Top, maak het goed. Ja, tuurlijk. Okay. Hey, dankjewel voor het langskomen. We zien elkaar nog. Zeker weten. Hoi. Hoi.